Ja, het blijft in het leven gewoon soms zoiets van, schiet mij maar lek. Ja, heb je dat gelezen? Hè? Van die rechtbank. Ja, over de COA. Het gaat over een asielzoeker. Asielzoeker uit Irak. En die had zich misdragen. Daar, waarschijnlijk in Ter Apel, zoiets. Hè? Die wordt er opgevangen. En die moet dan dolblij zijn dat hij in Nederland mag zijn. Nee, we gaan ons misdragen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft, geloof ik, een emmer gegooid. Is gaan schreeuwen naar medebewoners. Hij heeft nog even een deur ingetrapt. En toen dacht het COA, nou hier hebben we helemaal geen zin in. We sluiten die man even een tijdje op. Dus dat hebben ze gedaan. Dus die kwam in een isolatiecel terecht. Ja, en toen ging hij daar bij die isolatiecel, ging hij nog een keer personeel van die COA aanvallen. Ja, en toen heeft hij nog een keer iemand op zijn kop getrapt. Ja, hoe vind je? Ja, en toen hebben ze hem weer opgesloten. Die is een rechtszaak begonnen. Hoe vind je hem? En wat denk je? Wat denk je? De rechter, die Nederlandse rechters, die zijn soms ook verschrikkelijk in de war. Die gaven hem gelijk. Die gaven hem gelijk. Die zeiden van ja, die rechtbank die noemt dat dan onrechtmatige vrijheidsontneming. Ha, nou zeg. Ja, en nu komt hij. En het allerergste is, hij krijgt ook nog geld toe. Hij krijgt toch geld toe. Misdragen en geld toe. Want de rechtbank zegt dan van ja, u 40 dagen, het had 40 dagen geduurd. Hij krijgt 100 euro per dag. Dus hij krijgt nog ruim 4000 euro. Krijgt hij als een soort van schadevergoeding. Daarbovenop. Daar. Ja, nou ja, en daar. En daarom, vrienden, dus zeg ik, gewoon dan maar weer eens een keer, ja, schiet mij maar lek.